met de fiets tussen Elst en Nijmegen reizen. Het kan sinds maandagmiddag 9 december weer een stukje sneller. Het tracé van de snelfietsroute van het Kattenleger tot aan de Zwarteweg is namelijk klaar na de officiële opening van de fietstunnel onder de A15. Deze opening is verricht door een aantal betrokken bestuurders en projectpartners. Ja, het is natuurlijk een mooi middenstuk van het Rijnwaalpad tussen Nijmegen en Arnhem, of andersom. Naast het sportpark Ressen natuurlijk nu mooi de tunnel onder de A15 door. Ja, dat scheelt in ieder geval voor de mensen die deze route nemen, 2 kilometer korte fietsen. Maar ook in ieder geval vanuit Bemmel. En wellicht de achterliggende kernen, in ieder geval een kortere route, in ieder geval richting Elst, richting de bedrijventerrein in Elst. Deze tunnel is de grootste en ook het belangrijkste tracé van het Rijnwaalpad. Door de snelfietsroute wordt de reisafstand tussen de twee steden met maar liefst 2 kilometer verkort. En dat is een behoorlijk stuk. Ja, dat is eigenlijk heel erg mooi. We zijn een jaar bezig met de ondernemers om te kijken wat zijn de prioriteiten van ondernemers op de bedrijventerreinen. En een van de prioriteiten was mobiliteit door de ondernemers. En door deze fietstunnel zijn medewerkers gewoon veel sneller op hun werk. We hebben een onderzoek gedaan. Blijkt dat er bijna 50 ondernemers hebben aangegeven dat daar 70% van hun medewerkers eerder op hun werk zijn door deze tunnel. En dat zijn dan vooral de werknemers uit Nijmegen, gemeente Lingewaard, in die omgeving? Ja, met name Nijmegen heel veel medewerkers, maar ook Bemmel heel veel medewerkers. We proberen dat ook te stimuleren het komende jaar door mobiliteitsjaren uit te roepen. En we gaan de ondernemers promoten, samen met de ondernemers, het fietsen, het elektronisch fietsen naar het werk. Het is toch wel 10 kilometer hè, als je vanuit Nijmegen moet komen. Met een gewone fiets is dat voor sommige mensen toch wel ver. En vandaar dat we zeggen van nou, een elektrofiets kan daarmee helpen. En dat proberen we te promoten door een proeftuin samen met de stadsregio neer te zetten. Om te zorgen dat ondernemers en medewerkers met de elektronische fiets komen. Maakt het nou extra bijzonder als architect zijnde dat je er dan ook even doorheen mag fietsen? Nou, dat is wel heel erg leuk. En het is wel heel leuk om het in verschillende fasen van voltooidheid te zien. Want de vorige keer dat ik hier was, lag er bijvoorbeeld nog geen asfalt in. En ja, dat maakt het gewoon nog mooier, nog affer. Dus dat is echt gaaf om te zien, ja. De gehele route is naar verwachting eind 2014 klaar. Vanaf dat moment kunnen de werknemers dus fluitend naar hun werk in Arnhem of Nijmegen. Op de fiets. En zo besparen ze ook nog eens flink wat benzine en parkeerkosten. Fietsen over de snelfietsroutes is dus comfortabel, veilig en gezond. Ja, hij is bijna klaar. We moeten natuurlijk nog even op Lingewaards grondgebied aan de noordkant van de tunnel moeten we nog een klein stukje. En daar zijn we druk mee. We hopen dat in ieder geval rond de zomer of in ieder geval voor eind volgend jaar helemaal klaar is. Moeten de komende maanden hier sterven van de fietsers? Dat hoop ik niet. Ik hoop dat ze allemaal fluitend door het tunneltje gaan. Maar we verwachten in ieder geval wel dat er heel veel gebruik van gemaakt gaat worden, ja.